Ja, gewoon lekker! Ja, daar ga je! We zijn weer vrienden. Kill! Hij verzinnebeeld de Nederlandse trainer, de man van het Korbach-effect. Ik sta hier met Frits Korbach, dus als er één man is die het weet, moet jij dat zijn. Ja, dat is eigenlijk in twee zinnen is dat uitgelegd. Oh? Dat is gewoon heel veel winnen. Is dat het Korbach-effect? Ja, dat is het Korbach-effect. Veel anders ken ik er niet van maken. Gewoon lekker veel winnen. Ja. Dat is hem. Ja. Oh, dus als je dan niet meer wint? Ja, dan krijg je dus onmiddellijk al. Dan is het effect uitgewerkt. Ja, dat men zegt van dat het effect is uitgewerkt. Ja. Waarom zit nou bijvoorbeeld Hans Westerhof bij PSV en jij niet? Geef mij dat nou, vertel mij dat nou eens. Nou, dat zal ik jou nou nog eens even afijn vertellen. Leg mij dat nou ja, eens Ja, dat ga ik je nou precies vertellen. Graag. Dan zal ik die deur dus knoerhard opentrappen. Ja. Dat moet je nou een Kees Ploegman vragen. Wat vind jij nou van die elleboog van Wouters? Want het is dus nauwelijks besproken in Nederland. Ja. Daar wordt dan lekker overheen geluld. Ik kan me dus voorstellen dat je in deze situatie, omdat je dan toch in de lucht hangend, hè, dus altijd dus te maken hebt met wat evenwicht zoeken, ja, dat je dan tegen een Frits. Dingetje aanloopt. Frits. Ja. Frits. Nou ja. Maar ja, kijk, het leuke is, ik lees dus ook afgelopen maandag. En luister nou, die giscoin die moet geopereerd worden, man. Ja, maar dat is toch geen evenwicht zoeken kijk, in de lucht? Dat is nog een oude blessure van die giscoin toen hij heeft gevochten in de kroeg. Dat was nog niet helemaal heel. Dat hij ook op een klein op zijn bek gehad. Nee, dus lees jij wel boeken? Nee, ik lees geen... Nee? Ze me nou zo vragen van, noem nou zo'n titel van ja, een boek. Ja, noem je laatste boek eens. Als ik dat zou vragen, dan heb jij een probleem. Ja, dan heb ik echt een probleem. Mensen die vinden dat dus het oogkapsyndroom. Oh, heet dat zo? Ja, dat heet het oogkapsyndroom. Ja. En dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Daar heb je 100% gelijk in. Maar ik ben er uitermate over te spreken. Is dat prettig, het oogkapsyndroom? Ja, ik heb daar dus geen last van. Dat kan je gewoon zo krijgen? Ik bedoel, dat... Ja, daar hoef je niet voor school te hebben gezeten. Nee? Nee. Ik sta hier bij de trainers der trainers. Leg mij nou eens uit waarom Ajax van Feyenoord wint of niet. Nee, Feyenoord wint van Ajax. Feyenoord wint van Ajax. En waarom? Omdat Feyenoord kampioen wordt. Waarom wordt Feyenoord dan kampioen? Ik denk dat Feyenoord een ploeg heeft waar het op dit moment dus vrij goed in elkaar zit. Zowel in het veld als buiten het veld, heb ik begrepen. En dat zijn toch geen, laten we zeggen, windeieren die in je voordeel werken. Ja, er wordt altijd maar geroepen, Feyenoord heeft werkvoetbal. Dan denk ik, ja, doe dat niet zo raar, want daar lopen toch een zootje creatieve spelers in. Daar krijg ik een paar tik van. Als ik een taal mens zie, is het toch een creatieve speler. Als ik Jozef zie, is het toch een creatieve speler. Ja. Blinker is toch een creatieve speler. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat zie je wel goed.